Dat is echt al het kip volgens mij, wat er is. Pizza. Pizza, stokbrood. Wow, stokbrood gezond. Tonijnsalade. Friet. Waarom geen patat? Tilburg. Oh, kijk, wacht. Extra Turks brood. Extra pita. Geef hem even een paar extra pita's. We beginnen alvast even met 4 pita's. 5. 5 pita's krijg je. Knoflooksa. Kijk nou eens, Rare Ben heeft ook een... Rare Ben, jij kan gewoon straks een t-shirt winnen. Dankzij Tim Bocht, hè. Oh, wat een great boy. Tim Bocht. Je bent te gek. Je bent te gek. Wat een gekke gozer. Wat voor saus vind je lekker, Partypapa? Heb je liever knoflooksaus of sambal? Dat zijn je twee opties. Ik weet wel dat ketchup op alles wel top is. Dat is waar, waar. Kijk maar. Dat hebben zij ook besloten. Waar gaan we eerst? We zijn een beetje op de zaak vooruit. Hij zei wel, ik vind alles goed wat betreft menu en... Dan krijgt hij 10 hot wings van mij. Ja, geef hem die hot. Je wil gewoon zoveel mogelijk kip. Kip, je moet wel blijven gewoon... Je moet dan trouw blijven aan de kern. Je weet ook, helemaal gelijk. Zoals ik dat in één keer vloeiend heb uitgesproken. Uiteindelijk ben je er toch gewoon gekomen. Hier zijn we dan. Even kijken hoor. Zal ik anders gewoon even... Ctrl-F, alles met kip. Pizza kip dunner. Nee. Pizza kip dunner. Kapsalon, nee, dat klinkt niet goed. Kapsalon, kip nuggets menu. Nee, jij pak kip. Kipfilet? Kipfilet is groter. Kan je niet een pakje kipfilet bestellen? Waarom kunnen ze dat niet? Het is toch chicken square? Mag ik een kip vierkant hebben? Een kipcorn? Kipcorn. Pizza Pollo speciaal. Dus je kan dat shirt krijgen, dat shirt bij. Daar was Hot Wings menu. Ja, maar we hebben al Hot Wings. Ja, joh, doe even rustig. Daar hebben we het godverdomme. Ik ben gewoon aan het kijken of we hebben extra... het godverdomme net over. Volgens mij hebben we het gewoon allemaal... En hij vond sambal wel lekker, zag ik staan. Oké. Dan krijgt hij van mij een sambaltje erbij. Hey, sambal erbij, alsjeblieft. En lekker lijkt me dat. En hoeveel knoflooksaus? 7? Is dat genoeg? Is 7 genoeg? Ik denk het wel. Volgens mij is er nog eentje bij. Hoeveel was het voor bezorgen? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Misschien is het gewoon altijd bezorgkosten. Kijk eens even wat Jules mij stuurt. Heeft hij een bestelling? Bestelbevestiging van de Good Limited Edition. God damn, Jules. Er is gewoon een shirtje, Limited Edition. Heel erg te gek. Ik ga niet het applaus hiervan gebruiken. Dat is te gek, zegt Jules. Jules! Dat is top. Hij heeft 2 shirts gekocht zelfs. Nee, doe normaal. Dat... Niet serieus, toch? Nee, kennelijk niet. Of je mag gewoon niet drukken. Ja, Job, dit is een screenshot wat hij jou heeft gestuurd, toch? Oh, dit is kut. Ja, dit is legendarisch kut wat hier gebeurt, hè? Mensen thuis hebben het misschien nog niet helemaal door. Maar dit is wel echt weer een gevalletje legendarisch kut. En dan kan ik iedereen... die hebben het allemaal mee mogen maken. Hij had gewoon, zeg maar, een bestelbevestiging met dankjewel voor je bestelling met een shirt en een pijltje naar rechts. En hij fucking op de screenshot te drukken. Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan, dames en heren. En weet je wat zo mooi is aan dit kanaal? Dat is, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar zijn jullie live mijn opkomende dementie mee aan het maken. Dit was een eigen dementie? De dementie, inderdaad. Stephen Hawking zou trots op je zijn geweest. Oké. Vet film, dankjewel, Jules. Ik heb ook gelijk Jules' e-mailadres. Dat wel. Chill. Kun je die ook delen gelijk met iedereen? Drankje erbij, Pilp? Doen we een drankje of fuck it? Wat wil je drinken, Partypapa? Wat, laat me even kijken wat er allemaal bij is. Arjan, vind ik al... Oh ja, doe even een eirandje erbij. Dat vind ik altijd wel lekker, zeg. Lekker zout. Lekker zout. Ja, geef hem een eirand. Wel drinken, hè? Het zijn water. Partypapa! Die kan nu ook gewoon weer een shirt winnen! Oh. Dit was voor iedereen? Ja, nee, ik snap het weer. Hij heeft gesubscribed. En toen kreeg je maar een melding daarvan. Mijn brain ging even niet goed, joh. Dus dankjewel. Hoe kan hij dit gewonnen hebben zonder te hebben gesubscribed? Dat kan gewoon. Wordt het niet tijd om eens met iemand te gaan praten, Pjop? Ik denk het wel. We kunnen met Party Papa praten. Misschien moet ik er een 4e psycholoog bij gaan halen. Want PJ... Dit is hem toch, of niet? Is dit alles? Is het alles? 5 extra pita. 10 hot wings, 1 keer sambal, 7 knoflooksausje. Ja, doe 1 extra knoflooksausje. We hebben een mooi bedrag. 1 ayran. Ah, weet je wat? Misschien een beetje veel knoflooksaus. 6. Ja. Is 5 extra pita. Dat is wel goed eigenlijk, hè? Misschien... Ja, 4 is ook wel goed, denk ik. Ja, anders krijgt hij het misschien niet op. Ja. Dat is ook zonde, hè? Terwijl, wij geven wel gewoon ons geld eraan uit. Volgens mij, Pjop... Wanneer ik weggooien. Gaan wij het dan nu bestellen? Laten we het even lekker bestellen. Kijk nou.
Bart, die papa Bart, is die aan papa. Het smullen. Kijk hem nou. Dit heeft hij gewoon gewonnen, hè. Kijk naar die bakjes met saus hier zo. Dit kan iemand misschien in de toekomst gewoon winnen. Ja, zes... Wat was het? Zes knoflooksaus. Was het genoeg, Party Papa? En weet je wat ook lekker is? Vier witte pita's erbij. Deze Ayran. Oh, de Ayran. Die soort van zure yoghurtmelk. Ja, ik ben het zat. Sorry dat ik je aanraak. Dus dat vind ik dan weer niet erg. Party Papa, ik hoop dat je ervan geniet. Ik hoop dat je überhaupt honger had. Nou, hij is wel aan het smullen, hoor. Hij is aan het smullen, joh. Het zijn water.